Goedemiddag, van harte welkom bij alweer de allerlaatste uitzending van Studio SGP Elburg. We hebben vandaag het volgende op het programma staan. Eerst gaan we kijken naar onze lijsttrekker Arjan Klein, die zichzelf voorstelt als de lijsttrekker van SGP Elburg. En daarna gaan we kijken naar Kees van der Staaij, die een laatste oproep doet om volgende week te gaan stemmen. Veel plezier bij het kijken van deze aflevering. Van wie beter ene, zeggen ze dan wel eens. Zeker als ik op bezoek ben bij mensen. Nou, ik ben van Klein. En dan vragen ze wel welke Klein. Nou, mijn opa was Aad Klein. En Aad Klein was een van de oprichters van de SGP notabene in gemeente Elburg. Toen nog de oude gemeente Elburg. En later is mijn vader getrouwd met een meisje uit Doornspijk. Moet je dat nagaan. Voordat de samenvoeging van Doornspijk en Elburg een feit was, was daar al een huwelijk uit die twee gemeentes. Dus ik voel me zowel Doornspijker en ook Elburger. We zijn een aantal keer verhuisd. Ik ben in Goes geboren, uiteindelijk met een tussenstop in Nunspeet. Daar werd de politieke paplepel als het ware me aangereikt. Ik heb veel met mijn vader, die velen van u wel kennen, ook opgetrokken met debatten enzovoort. Was ik zijn privéchauffeur en reden we naar de debatten, bereidde hij zich voor. Toen was er nog geen Facebook, nog geen online kranten, dus we zaten met een stapel kranten in de auto en we gingen naar een debat. Wat dat betreft is dat nu weer heel anders. Zeker als ik kijk nu naar deze campagne, die zich veel meer afspeelt, zoals nu ook, op het scherm. Ik heb u meegenomen naar, ja, wat mij betreft, een prachtig gebied. Een stukje onverwacht Elburg. We staan hier op de Strekdam. En de Strekdam bevat een aantal verenigingen. De Scouting, de Watersportvereniging, de Admiraal van Kinsbergen. En ook nog de Hondenvereniging aan het begin. Als je dit prachtige gebied op de grens van Elburg en het Nieuwe Land, dus op de grens van de Oude Zuiderzee, als je dat betreedt. Nu, nog in het vroege voorjaar, is die nog rustig. Er liggen enkele bootjes van collega bootbezitters. Ik ben zelf ook de gelukkige eigenaar van een klein zeilbootje. En zomers ben ik dan ook graag te vinden hier op het water. Misschien is dat toch nog wel een beetje mijn Elburgse bloed. Misschien zit er nog wel een beetje vissersbloed in. Ik weet het niet. Nu denkt u misschien wel dat ik die hele zomer tijd heb om te zeilen. Nee, was dat maar zo. Het is best wel druk. Druk voor het werk in de politiek geweest. En ik zie er ook naar uit om straks, na de verkiezingen, en ik hoop dat u massaal op de SGP stemt, op lijst 4, dat we straks ook weer in de politiek mogen en daar ook onze avonden met al die vergaderingen overleggen mogen hebben. Dan kom ik bij de drijfveer die mij drijft, maar ook mijn collega kandidaten op de lijst. En u heeft in de afgelopen weken ook met hen kennis kunnen maken. De SGP die heeft nu uit principe als slogan. En dat is geen holle leus, dat is geen gladde verkiezingspraat. De drive die wij hebben is ingegeven door Gods woord. En soms worden we wel eens gevraagd, maar hoe kun je er nou in geloven? Nou, ik zou bijna zeggen, kijk om u heen. Kijk nou eens naar de schepping. Dat kunnen wij toch als mensen niet. Dat is toch iets door God ingegeven. Dit moet wel gemaakt zijn. En volgens mij heeft dat niks te maken met geloven. Dit is gewoon het accepteren van een feit, een voldongen feit. Dit moet wel gemaakt zijn door een God. En voor ons is dat de Heere God. Nou, en die heeft in zijn woord, de Bijbel, ons een aantal ontzettend actuele zaken meegegeven. U kunt misschien zo wel, ook al kent u de 10 geboden hier, zo een aantal geboden opnoemen. Nou, wat is er mooi dan om die goede zaken, om die mee te nemen de Elburgse politiek in. Om de Elburgse maatschappij nog wat mooier en wat beter te maken. Om de Elburgse samenleving te helpen groeien. Om de omgeving nog mooier achter te laten dan dat die nu is. En ik weet wel, en dat zeg ik wel eens vaker als voorbeeld met een knipoog. Het bouwen van een viaduct of een brug of een trottoir. Daar staat niets over ingeschreven in de Bijbel. Dat beseffen wij ook terdege. Maar de manier waarop we ons politieke handelen ingeven of laten leiden, jawel, dat staat wel degelijk, duidelijk verwoord in Gods woord. Nou, en dat zijn die principes waarvoor wij de straat op gaan. Waarvoor wij in de gemeenteraad zitten. Waarvoor wij ons werk doen. Waarvoor wij ook vragen of u ons wilt steunen. Of u op ons gaat stemmen. Op lijst 4, SGP. Uit principe. We gaan de komende 4 jaar aan de slag met een aantal concrete punten. En ik neem u graag mee in een aantal van die concrete actie- en standpunten. We hebben daarvoor ook een nieuwe kaart als het ware gemaakt voor Elburg. Kijkt u maar eens op kiessgp.nl. Klik op die kaart en dan ziet u onze speerpunten. En ik pik er nu een aantal uit. Neem bijvoorbeeld de rol van de kerken. De kerken zijn wat ons betreft in de afgelopen jaren veel te matig meegenomen in heel het sociale domein, zoals wij dat noemen. Er wordt geklaagd over eenzaamheid. En terecht.
Er wordt geklaagd over jongeren die niet weten wat ze moeten doen. Terecht. Maar waarom is er onvoldoende gebruik gemaakt van de kerken die er zijn, de religieuze gemeenschappen? Die vraag hebben wij onszelf in de afgelopen jaren gesteld en die willen we nu gaan beantwoorden. Juist de kerkgemeenschappen kunnen die spreekwoordelijke arm om de schouder van een ander zijn. In geval van eenzaamheid. Wat is er mooier om juist gebruik te maken van die geloofsgemeenschappen die al die onderlinge binding, die sociale cohesie hebben? Kost als gemeente niets. Laten we dat vooral benutten. Een ander iets, als het dan toch gaat over kosten, is betaald parkeren bij de vesting. Dat is wel een heel ander voorbeeld, maar o zo belangrijk. Als Elburger gemeenschap besteden we ontzettend veel geld, tijd, vrijwilligerswerk in het prachtige monumentale vestingstadje. Dat trekt drommen toeristen, elk jaar weer. Honderdduizenden. En wat merken we er verder van? Vrij weinig. Nee, we zien wel dat het druk is. En we hopen ook dat de winkeliers daar een goede omzet van maken. Maar wij, u en ik als burger, moeten onze belastingcenten betalen voor de parkeerterreinen voor onze gasten. Voor al die prachtige monumentale gebouwen. Op de grote parkeerterreinen, het Oude Vos en het Schootsveld aan weerskanten van de vesting mag betaald parkeren ingevoerd worden. Het liefst vandaag nog. Dat hoeft geen hoog tarief. Maar het mag wel een tarief zijn wat de kosten dekt en nog een mooie opbrengst heeft die we in het stadje kunnen stoppen. Of aan de VVV kunnen geven. Nou, als dat nou niet een praktisch iets is, ik heb er nog één. Er zijn partijen die hebben de mond vol van ondernemerschap. Wij zijn zo'n partij. Wij zijn voor ondernemen. 6 dagen de week, keihard, hand aan de ploeg, als het ware. We hebben hier een bedrijventerrein, Kruismaten, met een belabberde ontsluiting. Als de vrachtwagens van Vergelder moeten rijden, vanuit de polder, zien ze bij wijze van spreken 100 meter afstand hun bestemming, het hoofdkantoor. Maar ze moeten wel 9 minuten omrijden met alle verbruik en kilometers van dien. Waarom leggen we niet een extra brug over het havenkanaal, dat ze, hup, er zo over kunnen? Nou, en dat is onbetaalbaar ook. U en ik betalen dat niet uit onze binnenzak, dat begrijp ik ook. Maar voor een gemeente, in samenwerking met de provincie, is dat zeker betaalbaar. Dat soort dingen, daar moeten we mee aan de slag. Vooruit, nog eentje. In het buitengebied hebben we heel veel boerderijen die misschien wel leeg komen te staan. Of op dit moment al, gedeeltelijk of helemaal, leeg staan. Die agrometers, zo noem ik ze maar even, laten we die omzetten in woonmeters. Laten we die grote schuren afbreken en die agrarische ondernemer die met zijn bedrijf stopt, om welke reden ook, de ruimte gunnen om daar mooie woningen neer te zetten. Nee, geen kasten van huizen, geen villa's. Huizen voor u en mij, die betaalbaar zijn. Dat kan. En daar wordt het landschap alleen maar mooier van. Nou, ik hoop dat u overtuigd bent, net zoals ik ben, om op die SGP te stemmen. Stemt u op mij, dat mag. Stemt u op een van de andere kandidaten, graag. Lijst 4, SGP, uit principe. En kijk, voor het laatst, kies-sgp.nl. Beste inwoners van Elburg, u kunt uw stem uitbrengen. En mijn oproep is, doe dat op de SGP. De SGP in Elburg maakt zich sterk voor het samen werken, samen wonen, samen kerken. Zet zich in voor duurzaamheid. Werk maken van een goede bereikbaarheid. Werk maken van een belangrijke waarde zoals zondagsrust. Stem daarom op SGP Elburg. Dit was het alweer van vandaag. Bedankt voor het kijken en voor meer informatie kunt u natuurlijk terecht op kies-sgp.nl. En vergeet natuurlijk niet uw stem uit te brengen. En vergeet ook niet om uw buren, kennissen en familie over te halen om te gaan stemmen op de SGP. En dan hopen we op een goede uitslag. Nogmaals dank voor het kijken en voor de interesse in ons YouTube-kanaal. En ik zou zeggen, tot de volgende uitzendingen van Studio SGP Elburg.